Let's go. Now everybody sing that shit. Yo mensen van Gaming Jordy, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video van de Zombies Chronicles map volgorde. We hebben de World at War maps gehad, Nachtig en Totem Verrukt en Shinonuma. Vandaag gaan we met Black Ops 1 maps verder. We beginnen met Kino de Toten. Vind je het leuk? Doe een like, abonneer op mijn kanaal, abonneer op iedereen in de beschrijving. En dan zie ik jullie als we in de map zitten. Tot zometeen. Yo mensen, we zijn er hoor, we zitten in de map en ik ga gelijk een gobblegum kopen. Dit is natuurlijk, ik heb vanmorgen ook even gespeeld, gewoon eventjes in te komen en nu gaan we hopen op een hoge ronde Thundergun, Regenmark 2 natuurlijk. We spelen zoals normaal in deze serie met geen mega gobblegums, maar gewoon normale gobblegums. Gewoon gobblegums die iedereen heeft. En als je dit weekend niks te doen hebt, alsjeblieft. Vorig weekend dat deze video snel online komt. Reloaden. Oh, dat is één kogel te veel, maar maakt niet uit. Extra punten. Zo. Nou, gewoon gelijk verder, jongens. Want, gewoon door. Hier is de box. Wat we kunnen zeggen is, we gaan boksen, maar wat ik eigenlijk normaal doe is gewoon deze deur openmaken zo snel mogelijk. Hup, 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 door. En hopen op die swordflee gobblegum. Die we nu niet krijgen. In plain sight, ja, is wel handig. Als we dadelijk doodgaan, dan is het wel handig dat we... Oh, hier komen wel veel zombies vanaf, joh. Tering. Oh ja, dat is normaal. Ik dacht dat ik iemand achter me zag. Ja, dus even snel killen. Insta-kill. Nou. Het zijn die 10 punten, daar komt het op neer. Die 10 punten die je van die eerste knife krijgt. Vodka voor everybody. Waarom niet, hè? Rebuilden. Snel rebuilden voor die punten natuurlijk, jongens. En dan gaan we snel de gobblegum weer kopen. Kunnen we gobblegum kopen? Het is weer niet... Nou, dit pak ik niet op, want daar hebben we nu momenteel niet veel aan. Ik maak deze deur open. Het is misschien handig om een wall weapon te kopen. En dan die. Het is wel handig. Maar we gaan snel door. Oh, ik kan hem ook gelukkig nog killen met de insta-kill. Ja, ik ga niet naar boven. Ik laat ze... Oei. Okay, komt daar een zombie? Dus uitkijken dat ik niet word ingesloten dadelijk. Want dan is het allemaal wel... Au, nee. Niet nu. Niemand. Die, Satan's minions. Daar komt er ook weer eentje. Oké, we kunnen nu naar de power. Maar ik maak het even af. Maive is ingewikkeld zonder ammo. Maar we hebben nu wel gewoon een MR6 met ammo. Waar we dan gewoon 4 keer kunnen schieten. En fijn door kunnen gaan naar de power. En dat is irritant. Mensen rijden buiten hard. Alsjeblieft, stop, dankjewel. Wat we misschien het beste kunnen doen is nu Quick Revive kopen. En hopen nu op die Swordflake gobblegum. Ik zet de power aan. Ik ga nu hopen op een Swordflake. Ja. Nu kunnen we werk. Nu hebben we werk. Want nu kan ik
4 keer schieten en dan gelijk 1 keer knife. Zo kun je heel veel punten pakken in deze map. Ja, eigenlijk in alle maps. Dus je schiet gewoon 4 keer en meer doe je niet. Je schiet gewoon 4 kogels hoor. Dat zijn 40 punten. En je knife een zombie, dat kun je misschien een hele ronde doen. Volgens mij kan dat een heel. Ja. Je doet 5 keer meer melee damage. Hierna kunnen we ook gewoon gelijk zeggen. We boksen. Want kijk hoeveel punten we nu hebben. Heel veel punten. We gaan snel door de rondes heen. Want we hebben 3000 punten. En we willen die smogflint natuurlijk houden. Het smogflint kunnen we de volgende ronde ook nog één keer mee knijpen. Ja, ik denk dat ik ga boksen. En hopelijk krijgen we gelijk een goed wapen. We krijgen een. Even kijken, wat krijgen we? De Regen Mark 1, jongens. Zo. Gelijk. Een Quick Revive kopen. Ik denk dat ik gewoon nog een keer ga boksen, want ik heb niks aan de Regen Mark 1. Ja, ik pak hem wel gewoon op. Een beetje punten. Blijf de zombie. Toch niet hier. Nee, hij loopt ook niet hier. Hij is. Oh, boom. En alles om zijn. Ga nog een keer boksen. Hopelijk krijgen we een betere wapen dan de LK9. Want ik vind het sowieso al een dikke onzin dat de LK9 überhaupt in de box zit. Oh my god, jongens. Thundergun. Nu al, jongens. Nu alweer een Thundergun. Alleen helaas hebben we een Elkar. Maar we hebben wel een Thundergun, jongens. Wat kunnen we doen? We kunnen sparen voor de ICR1 Wallby. Die ga ik toch. Oh, ze span hier. Oh, ze span hieronder. Oh, wauw. Dat is het niet, jongens. Oh, nee. Kom eens hier. Span. Wat al ietsje boven. Laten we voor die ICR1 Wallby. En dan laten we daarna gewoon. Hebben we eigenlijk al setup al. Alleen moeten we dan gewoon Juggernaut nog kopen en allemaal andere dingetjes en zo. Dus laten we hopen dat we een hoge ronde halen. We hebben nu Thundergun. We hebben natuurlijk die LK9, jongens. Daar gaan we echt een hoge ronde mee halen met die LK9. Ik ga gewoon een Gobblegum halen. Al heb ik al mijn Gobblegums gehad. Oh, dat is niet zo slim. Geef mij mijn fucking Gobblegum. Dankjewel. Hallo zombie. Zeg een hallo tegen de Elkar. Oh. Oh ja. Het is spannend, maar er niks in. Dan is het nog rustig. Dan kunnen wij onze gang gaan. En hopen. We kunnen de ICR1 al kopen, maar ik maak deze ronde even af met de Elkar. Of ik heb daar geen ammo meer. Ja, laten we dan gaan maar gaan liven. Maar dat hebben we toch. En daar zitten er nog 2. Ah. You got slime on my uniform. I like it. Nee. Rough, but not that rough. Nee. You guys hear me dood maken. Span veel in. Ammo. Just with the doctor ordered. Was de laatste? Ik denk dat dit de laatste is. Ja, dat is het ook. En dan gaan we Juggernaut halen en de ICR1, want daar hebben we genoeg punten voor. Ah, de ICR1. De Divinium erbij. En dan halen we eventjes nog wat Juggernaut. En dan kunnen we een high round gaan halen. Hopelijk, want nu moeten we.
speedcola halen voor de Thundergun. Ja, laten we eerst speedcola gaan halen. En daarna... oh, dat is natuurlijk niet echt nodig. Maar eens kijken of ik hem nu kan one-hushen met twee keer. Voor mij is het nu twee keer. Ook één keer. Oké. Eén keer live in ronde 7. In ronde 7? In ronde 7. Hoe kun je in ronde 7 één keer live? Blijkbaar met de swaffling op een gun. Oké. We gaan er snel doorheen. Maar nu met swaffling kunnen we heel veel punten pakken. Ook in één keer. Oh, ik zit er vast. Ik wil niet dood. Kunnen bijna. Kaboom! Nou, hebben we genoeg speed cola. De ronde is ook al afgelopen. Oh, de ronde is niet afgelopen. Zo zit ronde 7. Koei. Ja, het zal wel, want we hebben nu speed cola. Laten we dan nu. Gaan we nu gelijk sparen voor. Oké, jongens, we gaan naar de volgende aflevering. Ik zie jullie dan. Ik zie jullie bij de volgende aflevering. Tot dan, mensen.